Heb je uitzonderlijk muzikaal gehoor? Doe de test. Dit is de Universiteit van Nederland. Leuk dat jullie er zijn. Ik ga vertellen over muziek en vooral over muzikaliteit. En meteen een vraag aan jullie. Wie vindt zich hier muzikaal? Vinger in de lucht. Kijken of ik het college nog moet geven. Wie vindt zich amuzikaal? Kijk, er is toch nog wel een beetje werk te doen. We weten heel veel over amuzikaliteit. En ik wil meteen beginnen met een luistertest. Dat is een luistertest die met de vraag aan jullie... Zijn die twee melodietjes gelijk of ongelijk? Twee korte melodietjes. Dit is het eerste melodietje. En dit het tweede. Wie twijfelt? Nou, de kans is ongeveer dat hier één of twee mensen in de zaal zitten die dat verschil niet kunnen horen. Die zijn amuzikaal, die lijden aan amusia, die zijn toondoof. Die kunnen niet die verschillen tussen melodieën horen. Zo'n 4% van de bevolking heeft daar in meer of mindere mate last van. De hersengebieden die erbij betrokken zijn, die zitten hier rechts in de temporale lob. Hier zeg maar de derde winding, hier zo aan de zijkant. En dat heb je ofwel erfelijk, heb je van je ouders overgeorven. Of je hebt het omdat je een ongeluk gehad hebt, bijvoorbeeld van je fiets bent gevallen. Als je kijkt naar de hersenen en waar de activiteit is als je een gewone luisteraar naar muziek luistert, dan zie je dat ze een beetje de hele hersenen betrokken zijn. Zowel de frontale cortex, het limbische systeem, het motorisch systeem. De hele hersenen zijn actief als ze aan het luisteren zijn naar muziek. Nou denkt u misschien van ja, dit was wel een heel makkelijk voorbeeld. Dat kan ik natuurlijk ook wel. Wat is nou een hele bijzondere luistereigenschap als je muzikaal bent? Heeft iemand een idee? Wat is nou echt heel bijzonder? Absoluut gehoor, zegt hier iemand. Is er iemand in de zaal die absoluut gehoor heeft? Dan gaan we dat even laten zien, want het is een fascinerende eigenschap. Durf jij het aan? Zou je hier op het podium willen komen? We gaan een spannend experiment doen. Jij kijkt de zaal in, je mag het toetsenbord niet zien. Ik ga daar zo meteen een toets aan slaan. En dan moet je zeggen welke toon ik heb aangeslagen. Oké. Moet je deze microfoon even onder je mond houden, ja? Komt-ie. Ben je klaar? Ja. Rond de C, zou ik zeggen. C? Ja. Hoger, dus E of F. Ik denk een E. Oké, het was een F. Dankjewel. Nou ja, niet helemaal geslaagd, maar dankjewel. Absoluut gehoor is heel bijzonder. Ongeveer 1 op de 20.000 mensen heeft het. Ook weer in meer en mindere mate. Je hebt het waarschijnlijk in wat mindere mate. Maar hoe bijzonder is dat nou? Maak je geen zorgen. We krijgen zo'n filmpje te zien. En ik wil eigenlijk iemand uitnodigen om ditzelfde uit te illustreren. Iemand hier op het podium die het liedje kent. Staying Alive van de Bee Gees. Wie durft dat aan om dat hier even voor ons op het podium te zingen? Is er iemand die dat even wil zingen voor ons? Even een kort stukje. Nee? Ah. Er wordt naar boven gewezen. Er is iemand. Zou jij dat willen zingen? Kom even op het podium. Your 10 minutes of fame. Kom maar. Ja, applaus. Dit was de originele video. Ga je hier staan? Zou je het voor ons een stukje willen zingen?
Stay alive. Dankjewel, dankjewel. Dit is het origineel. Volgende filmpje. U kunt dit ook thuis doen. Dus je haalt een cd uit de kast of je kijkt even op de playlist. Een liedje wat je heel goed kent. Zing je. En nou, 8 uit de 10 keer denk ik dat u waarschijnlijk precies op de goede toonhoogte zingt. En ook precies op het goede tempo. Mensen worden vaak nerveus als ze moeten zingen. Hè? Muziek maken vinden we heel lastig, maar luisteren zijn we veel beter in. Dus dit kan je eigenlijk beter testen met een luistertestje. En dat is het volgende wat we gaan doen. U krijgt een tune te horen, een tv-tune die u vast wel kent, op 2 verschillende toonhoogtes. En u moet zeggen, wat is nou de tune zoals je hem kent van de tv? Dit is de eerste tune. Dit is de tweede. Ja! Moet iedereen al ja zeggen? Kijk. Kinderen vinden dit triviaal. Kinderen vinden dit triviaal. En eigenlijk als je dan weet dat de eerste toon een C is, heb je in ieder geval het belangrijkste stuk van absoluut gehoor. Dus absoluut gehoor is eigenlijk heel gewoon. We hebben een heel goed geheugen voor toonhoogtes, als het maar voor muziek is die we goed kennen. Gewoon zo'n toets op een piano vinden we ingewikkelder. Dus geheugen voor toonhoogte is heel, heel gewoon. Wat is dan een bijzondere eigenschap? Ja, dat is eigenlijk relatief gehoor. Dat kan ik illustreren hier met het toetsenbord. Daar heb ik ook uw hulp nodig. Moet u even uw smartphone op Shazam zeggen. Dan kunt u kijken of u het liedje kan herkennen wat ik nou ga spelen. Dus hou de telefoons in de lucht, zet de software aan. En dan gaan we kijken of u het liedje kan herkennen. Komt-ie. Wat zegt de smartphone? Zegt de smartphone yesterday? Geloof er niks van. De smartphones kunnen dat namelijk niet. Maar u wel, triviaal. Als ik dit nou sneller speel, of langzamer, of ik laat een paar noten weg, of ik speel het wat hoger, u hoort gewoon meteen dat is yesterday. Dat kunnen die computers niet. Dat is heel bijzonder. Dat is relatief gehoor. Dat je gewoon hoort aan de toonintervallen, aan de contour van de melodie. Dat is dat liedje. Dat is een hele bijzondere eigenschap. Je kan het eigenlijk vergelijken met dit plaatje, wat ik hier kan laten zien. Als je daarnaar kijkt, zie je een soort stempeltje. En je ziet meteen dat het allemaal hetzelfde voorwerp is, maar gekanteld en gedraaid en omhoog en een beetje anders. Maar je ziet dat het hetzelfde object is. Relatief gehoor is net zoiets. Een melodie, als die wat hoger afgespeeld wordt, dan verandert er van alles. De toonhoogtes, de frequenties veranderen, de afstand tussen de frequenties veranderen, de klankkleur verandert. Maar we horen gewoon, dat is hetzelfde liedje. Dat is heel bijzonder. Dat is relatief gehoor. En u kunt dat, u vindt het waarschijnlijk zo triviaal dat u denkt van maar wordt het wel heel erg makkelijk. Maar dat is heel, ik kan er nog meer dingen aan illustreren. We gaan weer een luistertestje doen. 2 geluidsvoorbeelden. Wederom dezelfde vraag aan u. Kort melodietje A, kort melodietje B. Maar nu is melodietje B is ietsje hoger, wordt afgespeeld. Maar u moet zeggen, is dat nou hetzelfde? Is het hetzelfde liedje? Eerst liedje A. En liedje B. Wie zegt het is niet hetzelfde? Iedereen. Dat is makkelijk, hè? Even onthouden wat je hier gezegd hebt. Nog één voorbeeld. Maak het wat lastiger misschien. Weer. Eerste liedje. En het tweede liedje. Wie zegt weer verschillend? Wie zegt, is precies gelijk. Kijk, 50-50. Dat is altijd prachtig om te zien. Ik kan het laten zien, de antwoorden. A, B en C in de volgende sheet. Het zijn alle 3 verschillende melodietjes. Maar er gebeuren een aantal bijzondere dingen.
Die eerste was makkelijk, hè? A en B. Dat was een eentoonverschil, maar die sprong er zo uit in al onze oren. We dachten meteen, nou, die melodietjes zijn echt anders. Het bijzondere is melodietje C. Daar hadden we 50-50. Dus het ene zegt van, het was anders. En de andere groep die zegt van, nee, dit is precies hetzelfde. Wat gebeurt daar? Nou, degene die dat niet het verschil konden horen, zijn eigenlijk te muzikaal. Die projecteren eigenlijk de hele harmonie. Die je hoort eigenlijk in het melodietje, hoor je. En die ene noot, die wel vier stappen hoger is, die valt je niet op, want je hoort, het past in het akkoord. Dus je projecteert als luisteraar die harmonie op dat melodietje. En daardoor valt je die verandering niet op. Dus je gebruikt je hele luisterervaring in het luisteren naar het melodietje. En daarom klinken die melodietjes als precies hetzelfde. Dus dat is een voorbeeld dat relatief gehoor eigenlijk heel triviaal is. Maar dat het ook beïnvloed wordt door je luisterervaring, waar je vaak naar luistert. Dus, absoluut gehoor. Muzikanten zeggen van, dat is heel bijzonder. Dat is eigenlijk heel gewoon. Relatief gehoor is heel bijzonder. En is deel van de lol van het luisteren naar muziek. De volgende keer gaan we het hebben over jullie ritmegevoel. Dus als je denkt van, nou, ik ben een hork op de dansvloer. Misschien is er nog hoop.